Ga zitten, Gerard. Dankjewel. Zo, welkom Gerard Peters bij het programma van Vast Wel. Dank met het thema Verbijsterd en Verwonderd. En we zijn natuurlijk heel benieuwd naar jouw verhaal. Maar misschien eerst goed om even te vertellen wie Gerard Peters is. Ja, ik ben Gerard Peters, woonachtig in Dorst. Getrouwd met 4 kinderen, ooit in deze raadzaal begonnen, 35 jaar geleden, ook bijzonder. Eerst heb ik een Frenk College gedaan naar de rand Papo en nog een paar studies. Ben begonnen in het onderwijs, naar de rand terechtgekomen in het leger, hebben soldaten opgeleid in die tijd. En toen had ik het geluk dat ik thuis het familiebedrijf van mijn ouders over kon nemen en heb ik de boerderij overgenomen. Kijk. Melkveehouderij in Dorst. Dus we hebben te maken met een boer in hart en nieren, mag ik dat zo zeggen? Precies, helemaal. En jouw verhaal, gaat dat ook over de agrarische sector? Jawel, want het is verwondering, verbijstering. Het zijn eigenlijk twee dingen die bij mij opkomen als je dit hoort. En dan denk ik vooral aan de voedselproductie, want ik ben er trots op een boer te zijn. We zorgen voor de eerste levensbehoeften van de mens. En er wordt soms wel eens minder vaak bij stilgestaan, omdat we denken dat alles vanzelf aanwezig is. Het is natuurlijk niet zo, er komt wel bij het een en ander bij kijken. Maar verwonderd dat we het voor elkaar krijgen met zo'n kleine groep om voedsel te voorzien voor zoveel mensen. Ja, niet alleen in Nederland. Dat is niet vanzelfsprekend in de hele wereld. Ja. En verbijsterd dat je ziet wat er nou op dit moment allemaal gebeurt. En eigenlijk bijna onmogelijk wordt gemaakt om de boeren een kans te geven om een toekomst te hebben en voedsel te produceren. En ja, dat baart me best wel zorgen. En zeker voor de jongere generatie. Want het is iets, het is goud wat we in de handen hebben. En je ziet het een beetje verpulveren en wegwaaien. En dat is toch wel heel erg triest voor de toekomst van de agrarische sector die wereldberoemd is, waar heel de wereld naar kijkt. En in Nederland niet altijd op die manier misschien gewaardeerd wordt, maar wel belangrijk is voor onze omgeving. Ja. En heel veel mensen in onze omgeving, hè, dus de transportafstanden zijn heel klein. Ze zeggen wel eens, ja, maar moet het nou voor de export? Ja, wat is export? Als je kijkt naar, als onze melk gaat naar Antwerpen, is het beter voor het milieu als naar Amsterdam, want dat is verder. En dat zijn kleine afstanden, er wonen heel veel mensen bij ons in de buurt van Nederland. En als je nou bijvoorbeeld in Frankrijk kijkt, dan is het wel gewoon nationaal of regionaal geproduceerd. Maar als het in Zuid-Frankrijk geconsumeerd wordt, dan wordt in Noord-Frankrijk geproduceerd, dan zijn die afstanden veel groter. Dus in de kleine nabijheid hebben we ontzettend veel mensen. En we zitten hier op een van de vruchtbaarste stukjes aarde van de wereld. En we hebben ook het klimaat dat daar heel goed bij past. Met hele gezonde en goede bodem. Terwijl we altijd in het verleden veel onderwijs hebben gehad op deze manier. Als je bijvoorbeeld aan China vraagt van welke universiteit ken je in Nederland, dan zeggen ze allemaal Wageningen. Dus de Chinezen weten wel dat voedsel voor de mensen die daar wonen heel belangrijk is. Dus dat het wel een onderwerp is dat in de hele wereld speelt. En hier een beetje ondergesneeuwd is geraakt omdat we volle schappen hebben. En dat is eigenlijk nooit een probleem. Ik hoor een hele lofzang op de agrarische sector in Nederland. En dat mag je natuurlijk ook. Ja. Je bent ook bestuurder volgens mij op verschillende vlakken. Verschillende vlakken gedaan, ook in het verleden. Nu eigenlijk met de agrarische sector minder. Ik vind dat de jongeren aan het stuur moeten zitten. Het gaat over hun toekomst. Ik wil best daaraan meedenken, meehelpen, meewerken. Maar de jongeren hebben de toekomst, dus die moeten de kar gaan trekken. En jongeren, betekent dat in jouw directe omgeving ook? Zitten jouw kinderen in het bedrijf? Of? Ja, wij zijn met 4 kinderen. Ze hebben allemaal een studie gedaan en ook gevolgd. Ze zijn elders werkzaam, maar we zitten wel in de maatschappij, dus we willen het bedrijf wel voortzetten. Okay. En ik was de eerste, het zijn verschillende vormen van ondernemen, dat is eigenlijk ook wel mooi om te zien misschien. Ik was de eerste die eerst ging werken voordat ik de boerderij overnam. Toen dacht iedereen, nou, daar kan nooit iets van komen. Tegenwoordig is het heel normaal. En vaak zie je dat ze bij een bedrijf nog een baan erbij hebben. En dat is eigenlijk een beetje puur armoede. Hè? Want in feite zou je de kost moeten kunnen verdienen als je het voedsel voor anderen produceert. Want wie heeft er nou nog een eigen moestuin? Dat is bijna niemand. Dus alles komt toch eigenlijk van elders. En een dochter van mij die woont in de Achterhoek. En die man zegt, die is ook engineer, software engineer. Hij zegt, ja, ik wil wel de boerderij overnemen, maar ik wil ook 4 dagen iets anders doen, behalve de boerderij. Ja. En die kunnen op een andere manier weer naar deze wereld kijken. Dus je ziet daar ook in die wereld continu beweging, maar wel een brede maatschappelijke context. En ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we elkaar begrijpen, dat we verhaal naar elkaar uit kunnen leggen. En daarom is het ook wel mooi om mensen mee te nemen in ons verhaal. Want het is een bijzonder verhaal. En als je hier in Brabant kijkt, er wonen heel veel mensen. Je hebt de stedenband, Roosendaal, Bergen op Zoom, noem maar op, tot Helmond toe. Dus hier is de integratie al wat meer, maar als je echt kijkt naar het platteland, en dan denk ik echt aan de Achterhoek, Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland, dan zie je dat het toch een beetje een andere wereld is. En dat het Westen,
de stedenbanden niet altijd begrip hebben voor het platteland dat daar is. En hoe die mensen leven. Want we hebben het niet alleen maar over de agrarische productie, over de voedselproductie. Maar we hebben het ook over de sociale context in het platteland. Ja, er is ook een, hier voelen we het minder. Er is ook een culturele component. Ja, precies. En ik hoor jou de verbijstering over eigenlijk onbegrip. Over hoe er aan wordt gekeken tegen de productie en alle regelgeving daaromheen. En ik hoor je ook praten over de cultuurverschillen hier en in een ander deel van Nederland. Is het zo dat je die verbijstering, als ik het zo mag noemen, misschien een zwaar woord, maar toch, dat je ook ziet dat je dat misschien wil ombuigen naar verwondering? Je wil eigenlijk, ik hoor je eigenlijk als iemand die op de bres staat om dingen te veranderen en eigenlijk mensen tot inzicht te brengen dat ze het anders kunnen zien en ervaren dan nu gebeurt. Ja. Hoe denk jij bijvoorbeeld over hoe er tegen de landbouw wordt aangekeken tegenwoordig? Want... Nou, heel veel onbegrip en onwetendheid, denk ik. Het is niet zozeer, want als je mensen op het bedrijf uitnodigt, we hebben open dag, we doen allerlei van alles aan om een bredere context en een bredere kring te bereiken. Maar het verhaal is goed uit te leggen. Alleen als je er nooit meer in aanraking komt, dan is het moeilijk. En ja, de berichtgeving is toch min of meer best wel eenzijdig, om het zo maar te zeggen. En, ja, geef er eens een voorbeeld van. Nou, als je naar het nieuws kijkt, is het niet altijd precies ons verhaal. Een mooi voorbeeld was gisteren weer Frits Wester bij RTL. En hij zegt, ja, waarom hebben we hier een uitzondering op onder andere de mestaanwending in het land? Dan komt het dat we zoveel dieren hebben. Nee, we mogen meer mest aanwenden, omdat er hier veel meer groeit. De planten die nemen meer op. Dus een klein kind hoef je ook minder te voeden als een grote jongen. En als je dan ziet dat dezelfde normen gelden in heel Europa, zowel hier in onze vruchtbare delta als in Zuid-Europa, in de bergen van Frankrijk of Spanje, ja, dan snapt iedereen dat dat nooit hetzelfde kan zijn. Nee. En dat zijn van die dingen, ja, ik moet mensen meenemen in het verhaal en dan begrijpen ze het best. Maar ik vind het wel belangrijk dat we het hier ook, het is onze culturele achtergrond Nederland, hè? Landbouw en visserij, want visserij die zit eigenlijk in dezelfde hoek. Je kunt alles overboord kieperen, maar dan ben je het kwijt. Hè? Vooral die passie en die betrokkenheid van de boeren en tuinders in Nederland, die vind je bijna nergens ter wereld. Daarom is het ook zo'n uniek concept, om zo maar te zeggen. Het zijn familiebedrijven. 24 uur per dag heb je zorg, 7 dagen in de week. En als er s'nachts een dierenarts moet komen om 2 uur, dan is hier. Kun je van een dokter niet altijd zeggen. Maar Nederland staat heel bekend vanuit de Universiteit van Wageningen, dat er op heel hoog niveau eigenlijk een hele productie, landbouwproductie hebben. Jij hebt denk ik een veeteeltbedrijf, als ik het goed begrijp. Alleen vee of is het een gecombineerd bedrijf? Nee, gecombineerd akkerbouw, want het vee is nu sinds een paar jaar naar de buurman gegaan. Daar werken we mee samen. Dus eigenlijk is het een opschaling en makkelijker werken en samenwerken. En dat is ook weer iets wat in de landbouw heel eigen is. Hè. De coöperatieve vorm, het samen sterk zijn. En dat is ook een ontwikkeling die we wereldwijd eigenlijk als voorbeeld zijn. Dus het samenwerken maakt je sterker, ook in de afzet en ook in de levensomstandigheden. Dus het samenwerken zit wel erg in het bloed van... Van mij, maar ook van de agrarische sector. Ja, en hoe kijk jij aan tegen bijvoorbeeld de biologische landbouw of ontwikkelingen die in die richting zijn? Je hoort veel over dat de traditionele landbouw toch de grond uitput of dat er vragen zijn over dierenwelzijn, dat soort dingen. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Biologische landbouw, waar een markt voor is, waar vraag naar is, daar produceren we het. Maar in feite is onze eerste opdracht dat je zegt van we moeten een betaalbaar, goed, kwalitatief goed voedselpakket hebben voor iedereen bereikbaar. En er zijn mensen met een grotere en een kleinere portemonnee. Biologisch is altijd natuurlijk duurder. Het geeft veel minder opbrengst per hectare. Maar als de markt die ervoor is, die kan bediend worden. Sterker nog, dan zouden veel meer mensen biologisch gaan telen als er de vraag naar was. Alleen ja, je kunt wel zeggen dat je biologisch wil eten, maar als je het in de winkel niet koopt en je gaat voor het goedkoopste dat elders vandaan komt, boontjes uit Kenia bijvoorbeeld, ja, dan is dat wel bijzonder. En het leuke eraan was, er waren op een gegeven moment mensen uit de Oekraïne bij ons en die kookten. En die zijn nog gewend met de seizoenen mee te koken. En dat kennen wij bijna niet meer, want de winkel is heel het jaar door overladen met allerlei producten van de hele wereld. Het niks met seizoen te maken heeft. En biologisch speelt daarop in. Dus als je biologisch wil eten, dan moet je ook, als je het goed doet, producten uit de omgeving halen en kopen wat er op dat moment op de markt is, maar ook in het veld staat. Maar vind je ook dat daar terecht vragen over zijn of het wel nodig is dat we op die manier het hele jaar door alles maar voorhanden hebben? Nou, dus op, ja, want er hangt wel een prijskaartje aan, ook ecologisch gezien. Ja, dat klopt. Maar als je nou kijkt hoe verwend zijn dat er alles staat, ik ben zelf ook wel eens in de supermarkt geweest om daar de boer op de vloer te vertegenwoordigen. En dan staat er een hele wand met allemaal toetjes. Met allerlei verpakkingen, allerlei merken en allerlei smaken. En dan vragen ze toch van, dat smaakje,
in die verpakking is er niet. Kun je daarvoor zorgen? En ja, dan ben ik wel verwonderd. Ja, of verbijsterd. Keuze is reuze. Ja, eigenlijk beide. Ja. Een combinatie van. Ja. Is er nog, als je kijkt naar jouw geschiedenis en het familiebedrijf wat jullie hebben en de toekomst die je voor je ziet, is daar iets voor jou iets over te zeggen waar je zegt, en dat is eigenlijk wat me echt verwondert en inspireert? Ja, waar ik eigenlijk mee begonnen ben, verzorgen de eerste levensbehoeften van de mens. Dat zal altijd blijven. We kunnen van alles missen, maar eten en drinken nooit. En verse lucht. En het andere zeg ik ook altijd, als je echt door de polder rijdt en je geniet van alles wat er is, kijk wat er is, geniet van wat er is. Maar probeer niet ook als mens altijd net iets anders te willen dan dat er is. Geniet van wat er is, dan wordt je leven veel gelukkiger. Dat vind ik een hele mooie afsluiting, Gerard. Dank je wel voor dit gesprek. Graag gedaan.